Hoe zit het met de bijwerkingen en met de effectiviteit? In deze video geven experts antwoord op de meest gestelde vragen. Verreweg de meeste vragen die we hebben verzameld, die gaan over de veiligheid en de bijwerkingen van de vaccins. Roy, wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van de vaccins die jij meekrijgt? Ja, dat is vooral de griepverschijnselen. Mm. En ik noem het liefst de werking van het vaccin. Want zijn er geen bijwerkingen? Het is juist de bedoeling dat jouw immuunsysteem stevig tekeer gaat. En dus dat er iets gebeurt? Ja, dus dan krijg je spierpijn, dan word je rillerig, je voelt je koortsig, je kan hoofdpijn krijgen. En dat is allemaal eigenlijk een reactie op het vaccin. En mensen hebben het dan over bijwerkingen. Die denken van, bijwerkingen. Yeah. Dokters hoor je meestal zeggen van, daar werkt het vaccin goed, want die heeft een dag rillerig in bed gelegen. Overigens, dat hele pakket aan griepachtige verschijnselen die verdwijnen met 2 tabletten paracetamol. Hè? Dus het is ook weer niet dat je denkt, dit is het einde van de wereld. Precies. Sanne, je had nog wel een vraag ook over die bijwerking. Hè? Ook qua leeftijdscategorie. Ja, inderdaad. Of het verschil maakt of je wat ouder bent of jonger bent qua bijwerkingen. Of werkingen dan. Nou, dat is goed. Ja, gelijk opgevat, hè? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Ze zeggen wel eens mensen die veel virus hebben meegemaakt, hè, zoals oudere mensen. Maar dat is ook weer iets voor jou, denk ik. Die zeg maar hun natuurlijke vaccinatiepaspoort staat vol met allerlei vaccins. Kan je je afvragen van, nou, werken die nou, reageren die nou heftiger of niet? Mm-hmm. Bij oudere mensen zeggen ze ook, daar is het immuunsysteem lijkt iets minder alert te zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat de alleroudste wat minder bijwerking hebben. En dat in onze praktijk zien we dat ook wel. Mm. Ja. Maar het wisselt. Je kan niet zeggen, die groep wel, die groep niet. Het wisselt. Nee. Ja, want Sanne, jij wilde ook nog... Sorry? Nou ja, het is meer van... als je per grote groep krijgt, is het inderdaad zo dat oudere mensen vaak iets minder daar last van lijken te hebben. Omdat inderdaad, alles wordt gewoon minder goed als je ouder wordt. Alleen je ziet het. Aan de huid zie je het. Je krijgt rimpels. Aan de spieren merk je het. Maar dat gebeurt ook met het afweersysteem. Maar dat zie je niet zo. Maar dat is gewoon zo. Maar uiteindelijk zijn de individuele verschillen zijn groter. Dus je kan per groep kan je wel zeggen van, nou ja, over het algemeen die groep wel, die groep niet. Mm-hmm. Maar individuen reageren toch uiteindelijk allemaal anders. Ja. Ja. Mm-hmm. Nu zou je zeggen, er zijn zo ontzettend veel mensen wereldwijd al gevaccineerd, Ton. Maar is er dan toch nog een kans dat er meer bijwerkingen bijkomen en bekend worden naarmate we doorgaan met die vaccinaties? Ja, dat is mogelijk. Die kans acht ik niet zo heel groot. Want naarmate je ook verder wegkomt van het spuiten van het vaccin, wordt de kans ook steeds kleiner dat er een bijwerking zou zijn. Maar het is wel iets wat gemonitord wordt. Hè. Dus mensen worden opgeroepen om bijwerkingen te melden als ze denken dat het ermee samenhangt. Ja. Mensen die geprikt zijn, maar ook zorgverleners als die denken, en die ernstige meldingen komen ook natuurlijk van zorgverleners. En er is een heel systeem in Europa dat men bijhoudt wat voor ziektes er allemaal optreden in 7 landen. Miljoenen mensen worden gevolgd voordat ze gevaccineerd werden, maar ook na vaccinatie. Dus er wordt gewoon steeds gekeken of bepaalde ziektes bijvoorbeeld dan vaker voorkomen. De AstraZeneca-vaccin was natuurlijk volop in het nieuws de afgelopen tijd. Marjolein, er is uiteindelijk toch vrij snel besloten om het weer op te pakken, het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Ja, je moet je voorstellen, dit heeft allemaal gewoon met risico-inschattingen te maken. En natuurlijk willen we allemaal iets wat 100% veilig is. Maar dat bestaat eigenlijk niet in het leven. Dus uiteindelijk gaat het erom van, wat is het risico van het krijgen van het vaccin ten opzichte van het krijgen van de ziekte. En als je dan kijkt naar wat het vaccin doet, namelijk het voorkomt dat mensen in het ziekenhuis komen of overlijden. Ja, dan zijn de voordelen van zo'n vaccin zijn zo vreselijk veel groter dan dat hele kleine mogelijke risico. En ze weten nu ook beter, als ik het goed begrijp, hoe ze dat hele kleine risico zouden moeten opvangen. Ja, dus er staat ook in de bijsluiter wordt nu ook gewoon een waarschuwing gezet van waar je op moet letten. Even als je per ongeluk dan, het kan altijd natuurlijk zijn dat je die kleine kans hebt, maar dat je dus als je dat dan ziet, dat je weet wat je moet doen. Ja. Hè, en dat artsen weten wat je moet doen. Dus er wordt alles aan gedaan om dat risico dus nog kleiner te maken dat daar iets ernstigs gebeurt. Mensen vergeten wel eens, maar het krijgen van de ziekte heeft ook een risico. En dat risico is veel groter dan het krijgen van het vaccin.